Nieuwe serie waar jij mee doet, de Netflix-serie. Ja. Laten we dat doen. Haunting of Hill House, een fragment. What if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until my blood turns into poison and my heart breaks right in half and I can't feel anything happy. Well, I can't stand it anymore and I have to die. And time on a silver table. Is my jaw wired shut? Why? Would you wake us up from a dream like that? Ja, Michiel, ik heb twee afleveringen gezien en het is superspannend. Dank je wel. Het is goede horror. Kun je ons het verhaal in een notendop vertellen? Nou, The Haunting of Hill House gaat eigenlijk over een familie, over een gezin dat opgroeide in een huis, Hill House. Dat, daar gebeurde van alles en daar zijn ze op een gegeven moment echt letterlijk uitgevlucht. En we pikken het verhaal op 30 jaar later. Alle broers en zussen, ik ben de oudste, zijn volwassen nu. En door een gebeurtenis worden ze weer bij elkaar gebracht. Nadat de familie eigenlijk een beetje uit elkaar is gevallen. En middels flashbacks, daarom zie je ook in deze trailers en zo de hele tijd de kinderen en dan de volwassen versie. Leren we langzaam wat er dan is gebeurd in het verleden. En het is inderdaad een horror, maar het is ook absoluut heel erg een familiedrama. En net zoals wel vaker gebeurt bij families, dan op de een of andere manier heeft iedereen net een iets andere herinnering aan van wat er nou destijds gebeurde. Is het jouw favoriete genre ook, horror? Nee, niet per se, want ik word zelf heel erg bang van horror. Kijk. Je kijkt er niet naar zelf. Ik word ook altijd bang voor kickboksen. Dus. Maar moet je gewoon niet kijken, joh. Nee, dat bedoel ik. Maar je kan het wel doen. Ja, zeker. Nee, dat is zeker. Nee, dus dat heb ik ook gedaan. Ja. En het voor mij, het prettige voor mij is dat is nu veel makkelijker om te bekijken. Want ik weet wat er komt. Ik heb de eerste 6 afleveringen mogen zien. En ik heb ze met mijn vrouw en onze dochter kunnen bekijken. Met je dochter? Die is toch 11 jaar oud? Nee, die is 11. Ik weet niet wat de rating is. Waarschijnlijk niet 11, maar dat maakt niet uit. Ik zou mijn kinderen van 11, ik heb een zoon van 11, die moet dit niet zien volgens mij. Nee, maar ik bedoel, ze wilden het zo graag zien. En dus ik kan wel dan gaan zeggen dat het niet mag. Maar ik dacht ook, we kunnen het gewoon samen kijken. Overdag, het is gewoon licht buiten. Ja. En de afspraak was van geef me 2 tapjes op mijn been als je weet dat iets komt. Maar soms dan vergat ik het. Dan zat ik er ook een beetje in. Dus dan, oh ja, nu! Maar ze was helemaal cool, totdat de afgelopen week had ze 2 nachtmerries. Oh, toch, ja. Maar had er niks mee te maken, Ik ben wel nieuwsgierig naar kleine kinderen en horror. Waarom speelt er altijd zo'n klein lief meisje erin? Waar komt dat vandaan? Nou, omdat het gewoon veel enger is om door de ogen van een klein lief kind dat mee te maken. Dat wil je echt niet. Je wil echt niet dat dat gebeurt. Het is een mooi voorbeeld en een van mijn favoriete genrefilms is The Shining. En daarin is een eindeloos. Ik weet niet of je die was. Nee, die heb ik niet gezien. Jack Nicholson in de hoofdrol. Je moet je even kijken. Okay. Wereldfilm. Topfilm. Ja. En er zijn eindeloze shots op Steadicam achter dat kindje op een driewieler aan. En de hele tijd denk je van, wow, wat was daar? Of nee, ik wil niet dat dat gebeurt. En ik denk dat dat ook wel absoluut een inspiratie is geweest voor onze bewerking van The Haunting of Hill House. Bovendien, hij wordt geproduceerd, niet geregisseerd door Steven Spielberg. En die heeft het ongeveer uitgevonden om door de ogen van kinderen hele enge dingen te vertellen. Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Heb je hem ontmoet trouwens? Was hij op de set? Nee, nog niet. Ga je hem ontmoeten? Dat hoop ik. We hebben over een week een soort screening in Los Angeles. Ja. En ik hoop dat hij daar is. Hij was wel begaan bij het nemen van beslissingen. En er werd me verteld dat hij elke dag de dailies keek. De opnames. Dat wat we die dag opnamen, dat ging naar een server en dat werd bekeken. Dus de eerste draaidag, mijn eerste shot, dacht ik wel even van okay. Don't mess this up. Ja. Ja, want als het goed is, dan vraagt hij natuurlijk voor een film. Ja. Laten we even kijken nog naar een fragment uit de serie. How'd you know where to find me? Tell you what, I've got, let me see, $200 here. You hand me that iPad,
You can keep the cash and sell that old camera. I need the iPad. Yeah. It stays here. Je speelt hier een scène met je broer die je huis net heeft leeggeroofd. Mm. En Nienke.